Ja, ik wil er toch jullie van harte welkom heten hier bij Jan Bergfans Electroworld. En ja, het is toch de naam Bergfans. En ja, ik zie toch dat er heel veel die naam Bergfans ondertussen hebben. En dat is ook al ontzettend uitgegroeid. Vroeger was dat, ik mag al een beetje over vroeger praten, maar toen was Bergfans, dan moesten zoeken in een... Dat stond direct even niet in. Dan moest je zoeken in de telefoonboek. We hadden drie telefoonnummers en dan was het voorbij. 634 geloof ik dat we begonnen mee. 634, nou zijn 10 nummers geworden. Maar goed, ik heb maar even een klein briefje erbij dat ik ook niks vergeet. In ieder geval, jullie allemaal hartelijk welkom. In het bijzonder natuurlijk burgemeester van Soest. Die nog een wel leuke verrassingen en... internetjes in de petto heeft. En daarbij wil ik ook zeer verwelkomen oom Rudy. Ja, dat is toch de fundering van Bergfans hier in Boxmeer. Van, ja, samen met zijn broer Jan en Arnold. En dat vind ik fijn dat oom Rudy daar met ook zijn dochters aanwezig is. Ja, we ook toch even de revue pas laten passeren, daar heb ik zelf niet helemaal niet bij stilgestaan. Maar Bergfans sinds 1920, maar dat begon eigenlijk met, ja, alleen met de namen, want ik wil ook niemand, er zal best wel meer verhaal komen. Maar vroeger begon dat met firma Bergfans en Co. Dat was Bergfans mee begonnen op de Zeestraat, die ging ook. Toen later kregen ze firma Bergfans Installatiebureau. Toen werd het zelfs later, maar dat was dus hier wel 1970, 74, zien we een keer expert Bergfans geweest. Ja, dat was alles oranje. Firma Bergfans Radio, TV en Verlichting. Toen kregen we in 1990 natuurlijk de grote omslag. Jan Bergfans Audio Video. En toen werd met zo'n gele JB nog, degene die weten. En ja, toen later, toen zijn we bij de organisatie terechtgekomen, dat was Elektrovakman. Daar waren we al lang natuurlijk, maar toen kregen we de naam op te geven, Bergfans Elektrovakman. En nu zijn we bij een geweldige inkooporganisatie of een organisatie. En dat is Electroworld United Retail, dat zegt de meeste niet veel. Maar Electroworld, en we zijn op het moment de grootste partij van Nederland. Dus... er zijn nog andere namen, maar dat past hier niet in het huis. Nou, verder zijn we toch een hele tijd met de nodige up en downs. Hier in 2020, ik moet eigenlijk net als bij de Olympische Spelen. In 2021, maar ik moet het 2020 noemen. Dus ja, het is eigenlijk 1920, 2020, hoor. Dat is 100 jaar. Maar goed, dan vinden we toch een hele mijlpaal om daar weer stil te staan en daar niet zo voorbij te laten. Daarom fijn dat u alle hier bent om straks samen met ons ook een glas te heffen en een toast uit te brengen op een stukje nieuwe toekomst. Zoals in de uitnodiging kunnen vernemen, ja, was er dus staat ons een verrassing te wachten. En dat zullen jullie ongetwijfeld dadelijk ervaren. En dan wil ik nu graag de burgemeester van Soest uitnodigen om ook misschien een woordje aan ons te richten. Ja. Meneer Van Soest. Dankjewel Jan. Dames en heren. Ja, ook van mijn kant natuurlijk graag een paar woorden bij een 100-jarige. Want vaak dan bezoek ik, of vaak, zo vaak gebeurt het niet, dan bezoek ik een 100-jarige en... dat is altijd heel gezellig, dan hoor je altijd een heleboel dingen over het verleden. En, en zo is er ook heel wat te vertellen over de 100-jarige Bergfans. 2020 was eigenlijk een heel bijzonder jaar. Voor jou, Jan, eigenlijk al. Hè? Je was 40 jaar in dienst van de firma Bergfans. En daar stond je nauwelijks bij stil zelf, want je was veel te druk bezig met een ander jubileum. Namelijk het 100-jarig bestaan van de onderneming. Want dat was pas echt een jubileum om te vieren. En helaas, ja, door corona hebben we dat vorig jaar niet kunnen doen. Ook de Olympische Spelen zijn vorig jaar niet doorgegaan. Maar dat halen we allemaal in. De Olympische Spelen hebben we ook ingehaald. En het 100-jarig bestaan van Bergfans, dat gaan we vandaag op deze manier met elkaar toch vieren. Maar het afgelopen jaar in de advertenties van,
van Jan Bergfans. En op de auto's hebben we wel degelijk kunnen zien dat het bedrijf 100 jaar bestaat. Nou, vandaag komt het er dan toch van om daar weer stil te staan. 100 jaar Bergfans staat nu vol in de aandacht. En op een bescheiden wijze, maar met een beperkt aantal genodigden, ook nog vanwege corona, maar natuurlijk de medewerkers, de oud-medewerkers en natuurlijk jullie, de familie Bergfans. 100 jaar geleden was het dat ene Jan Bergfans de onderneming op de Steenstraat 18 in Boksmeer startte. Jan was de zoon van Jan Bergfans en Marie van Someren. En die hadden een bedrijf op het zand. Jan senior, zou ik maar zeggen, die was, die had daar een smid, een smederij. Overigens, daar hangen allemaal portretten, ik weet niet of jullie ze al gezien hebben, maar de meest rechtse, dat is dus die Jan. Jan van het Zand, zou ik maar even zeggen. En Jan en Marie, die kregen maar liefst 10 kinderen. Ja, ook een smid, die werkt natuurlijk gewoon door in de tijd dat hij niet in de smederij staat. Hè. 9 meisjes en 1 jongen. 9 meisjes en 1 jongen. En hoe zou die ene jongen heten hebben? Jan. Nou, deze Jan, die noemen we dus Jan de Tweede. En die startte een onderneming die bestond uit het installeren van elektrische systemen en assemblage en verkoop van fietsen. En helaas kwam Jan de Tweede in 1954 te overlijden en zette moeder Antoinette het bedrijf voort met haar 3 zonen, een Arnold, een Rudy en een Jan. En onder de naam Firma Bergfans Installatiebureau bouwde hij een goede naam op in Boksmeer en omstreken. Rijksdiensten en grote ondernemingen en fabrieken, aannemers en agrarische bedrijven bezorgden de firma veel werk. En nadat Jan de Derde, de vader van de huidige Jan, was gehuwd met Truus van den Bos, zetten zij samen het bedrijf voort. Maar liefst 42 jaar runde jouw moeder, Truus, de winkel. En menigeen van onze generatie, die heeft haar nog meegemaakt. En uit haar voorliefde voor verlichting is uiteindelijk Bergfans Verlichting in de Kloostertuin ontstaan. En in 1959, Jan, werd jij geboren. Jan de Vierde. Het bedrijf groeide door en vanwege de toegenomen drukte werd in 1964 afscheid genomen van de fietsenverkoop. Jan de Vierde die trad als elektro-installateur in de voetsporen van zijn vader en begon in loondienst als elektricien. En dat was niet geheel, dat viel niet helemaal bij jouw moeder in goede aarde, die had hele andere plannen met jou. En die zei tegen jou, je komt maar mooi in de zaak, liever het schuim van de handel dan het zweet van het werken. Maar nou werkt het allebei, hè? Ja, nou heb je het allebei. Dat, zo was jouw moeder van mening en... Nadat jouw vader was overleden, heb jij de winkel met de reparatiedienst overgenomen. Heden ten dagen kent de onderneming 2 vestigingen, de mooie moderne winkel waarin we ons thans bevinden en de verlichtingszaak in de Kloostertuin, waar Peter Builtjes het vertrouwde gezicht is. Ja, ja, knikt hij. En ook de 2 zonen van Jan, Jan de Vijfde en Sander, zijn inmiddels in de zaak gekomen en heeft ook Jan de Vijfde een zoon die Jan heet. En daarmee lijkt het familiebedrijf Jan Bergfans klaar te zijn voor de toekomst. U zal zeggen, het is een hele Janboel daar in die familie, maar dat valt allemaal reuze mee. Tot zover een beschouwing over de geschiedenis van het bedrijf Jan Bergfans. Ik heb het nog heel kort, want het is een hele interessante geschiedenis. Maar en onder het toezicht ook van de voorvaderen, ik heb het net gezegd, daar hangen ze allemaal op een rij. Tot en met de jongste Jan Bergfans. Vieren we dus nu vandaag dat 100 jaar ondernemerschap. En in de loop van de jaren hebben zich veel veranderingen voorgedaan op het vakgebied van de onderneming. Maar zeker en vooral ook vernieuwingen in het assortiment en de toepassing van nieuwe technieken. Met de tijd meegaan noemden ze dat vroeger. Tegenwoordig heet dat innovatie. Digitale communicatie, bediening van verlichting en apparaten via de mobiele telefoon. Van gloeilamp tot LED-verlichting en alle digitale toepassingen vragen veel van de ondernemer om de klanten te behouden en aan zich te binden. Veel persoonlijke aandacht voor de klant
en het verlenen van goede service zorgen ervoor dat het bedrijf Jan Bergwens in onze gemeente nog altijd bestaansrecht heeft. Aandacht voor de klanten geeft ook vertrouwen bij de klanten. En samen met alle werknemers wordt hier constant hard aan gewerkt. Maar wat daarnaast ook prijzenswaardig is, is de maatschappelijke betrokkenheid van het bedrijf. Organisaties of verenigingen doen regelmatig een beroep op het bedrijf om op te treden als sponsor. Ook daarin ziet u voor de firma een rol weggelegd. En bij veel verenigingen prijken op de borden in advertenties of op de shirtjes de naam van Electroworld Jan Bergwens. En dit alles maakt het bestaansrecht dat u bestaansrecht heeft in uw branche, maar zeker ook een positie in onze lokale samenleving. En daarnaast zijn heel veel familieleden actief binnen het Boksmeerse bedrijfsleven. Zo is Jan de Vierde ook nauw betrokken bij BCV de Geitenbok, waar hij ook ooit prins Jan de Vierde was. En mocht ik hem op 26 februari 2017 samen met zijn Patricia als boerenpaar in de onrecht verbinden. Dat was nog eens een feest, Patricia. He? Als ondernemer en als verenigingsman en als rechtgeaard Boksmeernaar Jan, heb jij je de afgelopen jaren uitvoerig verdiept in de geschiedenis van je voorvaderen in het bedrijf Bergwens. Je hebt er heel wat studie naar gedaan, samen met Jan Tunnissen, nog eens alle archieven doorgespit. En samen met mijn secretaresse Nancy heel veel dingen voorbereid om te kijken hoe kunnen we nou dat familiebedrijf van 100 jaar in zijn historische context toch eens goed voor het voetlicht brengen. Van een gezond bedrijf met een onberispelijke uitstraling en een integere en betrouwbare ondernemers hebben in de loop van 100 jaar geleid tot waar we nu staan. Een bedrijf met een rijk verleden en een gezonde en veelbelovende toekomst. En dit soort bedrijven waar we als samenleving trots op zijn, dus verdienen ook breed aandacht, zelfs tot aan het Koninklijk Paleis. En in goede samenspraak hebben we het afgelopen jaar hard aan gewerkt en niet voor niks. En ik kan u dan ook meedelen vandaag, en dat wist je natuurlijk nog niet, Jan, maar dat weet je dat nu, dat het Zijne Majesteit heeft behaagd om het bedrijf Jan Bergwens het recht te verlenen tot het voeren van het koninklijk wapen met de toevoeging bij koninklijke beschikking of leverancier. Mooi, mooi. En met de toekenning van dit predicaat hofleverancier wil ik jou, Jan, en je bedrijf en je familie van harte feliciteren. En ik nodig je graag uit, Jan Bergwens de Vierde, om mij te assisteren bij de onthulling van het bijbehorende schild, waarvan ik hoop dat een hele mooie plaats gaat krijgen in het bedrijf. Een onderscheiding voor het bedrijf. Dat is niet een medaille, maar dat is een prachtig schild wat je ook mag voeren op de auto's, op je briefpapier en op alles wat de uiting heeft, Jan Bergwens Electroworld. Wil je me helpen? Ja, zeker. Dat is hem. Dat is mooi, dat is wel even. Dan? Jan? Dat hoort er wat bij. Dat hoort er wat bij, maar dat heeft dan zelf al. Dat heeft alles in hier, hè? Dus, want. Komt ie? Ja, mooi. En voordat wij een toast gaan uitbrengen, wil ik toch even iets aanbieden wat daarbij hoort. Jan, dat is minder zwaar dan het bord dat we samen opgehangen hebben. Hè? Nou, ik zeg, en dit pak ik maar uit. Dat moet je direct uitpakken. Ja, dat zou ik doen. Vol verrassingen. Ja, ja. Okay,
Ik zal even voorlezen wat er hoort erbij, want zo'n bord is één ding. Maar daar hoort natuurlijk ook de koninklijke oorkonde bij. En ik zal het even voorlezen. Zijne majesteit, de koning, heeft bij zijn beschikking van 16 november 2020 het recht tot het voeren van het koninklijk wapen met de toevoeging bij koninklijke beschikking hofleverancier verleend aan Jan Bergfans BV te Boksmeer. Was getekend de bordmeester van het koninkrijk namens zijne majesteit. De majesteit houden ons al even bezig, want hier heb ik ook nog uit een rol gehaald de koninklijke beschikking. Dus dit is de oorkonde die Jan vast heeft en dan is er ook nog een beschikking en u kunt het zien. Wij Willem, Alexander, bij de gratie gods, koning der Nederlanden, prins van Oranje Nassau enzovoorts enzovoorts enzovoorts, hebben besloten en beschikken het recht tot het voeren van de koninklijk wapen met de toevoeging bij koninklijke beschikking hofleverancier te verlenen aan Jan Bergfans BV te Boksmeer. Was getekend de grootmeester van ons huis, belast met de uitvoering van deze beschikking, getekend Willem-Alexander. Dat hoort er nog bij. En dan gaan we nu met elkaar even staan, als u het goed vindt, als dat kan, als het lukt. En dan brengen wij een toast uit. Want dit is werkelijk iets om te vieren. Dit is overigens in de gemeente Boksmeer, die ik nu 18 jaar mag dienen, de derde keer dat ik meemaak dat een bedrijf een hofleverancier is geworden. Dus dan kun je over nagaan hoe zeldzaam dat is dat dit voorkomt. En ik ben er heel trots op. Jan, dat is jou met heel hard werken, met je familie, generaties lang, ertoe geleid heeft dat dit predicaat jullie naartoe komt. Ja, zeker. Gefeliciteerd daarmee. Dankjewel. Iedereen gezondheid, een mooie toekomst. Coronavrij, maar met Bergfans. Dankjewel. Jongens, proost. Kijk even. Wij stappen hier, dat wordt vrij. Dankjewel. Wat een boos! Oh, wat een boos! Goed gedaan, hè? Hoi!